Goedemiddag allemaal, welkom bij de webinar Eenvoudige digitale oefeningen maken met H5P. En bij de start ga ik even mijn webcam delen en collega Bram zal dat waarschijnlijk ook even doen. Bram is aanwezig en zal samen met jullie de chatbox goed in de gaten houden. Dus heb je vragen tijdens de sessie? Bram is er om die vragen ofwel te beantwoorden, ofwel om ze te bundelen en straks aan mij voor te leggen. Dus gebruik de chat optimaal. Op het einde zullen we ook ruimte laten om via de microfoon vragen te stellen, als je dat ook wenst. Dus dan is dat ook een mogelijkheid dat je de vragen bijhoudt en er op het einde stelt. Maar Bram zit klaar, dus hij heeft zijn ogen op de chat gericht. Als je de presentatie in groter scherm wil zien, dan ga je wel geen chat kunnen in de gaten houden. Dat kan als je onderaan mijn presentatie op de vier pijltjes klikt, dan gaat de presentatiescherm vullend weergegeven worden. Ik ga een deel presenteren en een deel ook live tonen. En dan gaan we ook daar weer de mogelijkheid hebben, maar dan staat dat rechts bovenaan om ook op volledig scherm mee te volgen. Dus dat zijn ook een beetje richtlijnen. Een andere richtlijn is ook dat we jullie willen vragen met enkele huisregels rekening te houden. Namelijk, het is interactief, stel gerust uw vragen. Claire geeft aan dat ze niks hoort. Normaal gezien is jouw audio in orde, Claire. Want ik zie daar een microfoontje bij jouw naam staan. Dus het zou normaal gezien in orde moeten zijn. Bram, misschien kan jij even in de chat aangeven dat ze uit en terug in de ruimte kan gaan. Dan zal het waarschijnlijk wel opgelost zijn. Dus even de huisregels opnieuw. Heb je vragen, gebruik de chatbox. Op het einde met de microfoon. Ondertussen mute je microfoon. Maar ik zie dat heel veel mensen vandaag deelnemen met alleen luisteren. Dus ook prima. En de webinar, zoals gezegd, wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld. Omwille van de bandbreedte ga ik mijn webcam terug afzetten. Dat maakt het iets makkelijker om straks ook het live gedeelte te tonen en zeker het internet optimaal te gebruiken. Wat staat allemaal op de agenda voor deze sessie? Wel, we gaan eerst een beetje H5P toelichten, van waar komt dat? Dan ga ik een heleboel overzicht geven van alle soorten oefeningen, of de meest gebruikte, moet ik eigenlijk zeggen, want niet alle soorten, maar de meest gebruikte oefensoorten binnen H5P. Hoe meld je aan? Wat zijn de mogelijkheden om met H5P aan de slag te gaan? We gaan voor mensen die nog niet met H5P gewerkt hebben, een invuloefening tonen hoe dat je dat maakt. Dat is een basisoefening, een oefening die je heel snel kan maken. Voor de iets gevorderde gebruikers die al een paar keer H5P misschien geprobeerd hebben, gaan we een combinatieoefening doen aan de hand van een video. Hoe dat je het kan delen met studenten, welke mogelijkheden zijn daarvoor, hoe dat de ondersteuning voor H5P na deze sessie nog kan verlopen. Ruimte voor vragen en dan ook nog een overzichtje van onze volgende webinars die er gaan aankomen. Wat is H5P? H5P is een open source software die online, dus daar heb je internet voor nodig, beschikbaar is. Zij is afkomstig uit Noorwegen en een gedeelte van H5P wordt gesubsidieerd door het NLDA. En dat wil zeggen, dat is eigenlijk de Noorse tegenhanger, de Noorse collega's van Klassement. Het is ook een leermiddelennetwerk, maar dan in Noorwegen. Zij hebben heel veel soorten interactieve oefeningen. Denk maar aan multiple choice, quizzen, video's, sleepoefeningen, memoryspel en zo verder. Zij hebben geen reclame, dus H5P heeft in zich geen enkel reclamemoment als je een oefening maakt. Voor jou als maker is er geen reclame van andere producten. En ook niet voor de cursisten of de studenten is er ook niks. Zij hebben ook geen dataverzameling. Dus met data bedoelen wij, er wordt niet opgeslagen wie, wanneer, welke oefening en dergelijke meer. Het zijn allemaal losse oefeningen. Het kan ingebouwd worden in diverse platformen. Een eigen webplatform zoals WordPress of Drupal. Ook sommige leeromgevingen hebben H5P ondertussen omarmd. En dan denk ik vooral aan Moodle. De Moodle-leeromgeving is ook een open source leeromgeving. Die hebben H5P geadopteerd. Dus een deel van Moodle is ondertussen H5P geworden. En dat wordt ook verder uitgebreid. En H5P is ook binnen Moodle gratis.
Voor Canvas-gebruikers is er ook een mogelijkheid om H5P binnen Canvas te gebruiken, maar dat is een betalende oplossing. Dus dat is niet een gratis iets binnen Canvas. Het voordeel daarvan is dat je dan wel heel diepgaand, zowel met de webplatform, als je met een WordPress of met een Drupal werkt, als met Moodle of Canvas, dat je kan zien welke cursist of welke leerling wat gedaan heeft en de resultaten kunnen dan ook zichtbaar worden. Sinds een paar weken is er ook een app beschikbaar, Lumi. En dan kan je H5P wel offline gebruiken. Nu, dat is nog beta, dat betekent dat is nog een volle ontwikkeling. Ik heb dat zelf ook geïnstalleerd en ik test daar ook zelf mee. Maar weet dat als je het gebruikt, daar kunnen nog wel hier en daar wat foutjes in zitten, wat bugs in zitten. Maar verwacht wordt wel dat dat meer en meer ontwikkeld gaat worden naar de toekomst toe. Dat is wat H5P vandaan komt, wat het eigenlijk is. En dan gaan we een kort overzichtje geven van de eenvoudige oefeningen. Straks komen dan de meer gevorderde oefeningen. Een hele snelle oefening voor basis rekenen, basis wiskunde. Dan denk ik aan maaltafels, aan optelsommen, aan aftrekken en zo verder. Is de arithmetic quiz. Je hebt daar alleen maar te kiezen welk soort van oefening je wenst. Wil je oefenen op maaltafels? Wil je oefenen op delen? Wil je een mix? En de computer genereert automatisch die maaltafels of die oefeningen, optelsommen en zo verder. Dus je kan daar weinig zelf aan instellen, buiten dat je zegt van ik wil maal, ik wil gedeeld, of ik wil plus, of ik wil min. Je kan daar niet zeggen ik wil alleen maar oefeningen tussen 0 en 10 bijvoorbeeld gebruiken. Dat is iets minder mogelijk. Maar voor maaltafels is dit een heel goede trainer, want die maakt ervan dat hij elke leerling een andere oefening krijgt. Ja, jij kan ook niet instellen van nu komen maaltafels alleen maar de maaltafel van 7. Dat kan niet. Hè. Hij genereert elke maaltafel door elkaar. Dus als ze alle maaltafels kennen, de leerlingen, dan is dat wel een heel gemakkelijke oefening om te maken. Een heel snelle oefening voor jezelf. En leerlingen, elke keer dat ze die oefening open doen, gaan ze andere oefeningen krijgen. Dus eigenlijk een soort van driloefening op maaltafels dat je dan hebt. Een andere soort is de accordeon. Dat is vooral als je veel tekst wil geven. We hebben het ook een beetje gevraagd in de inschrijvingen vooraf, van welk onderwijsniveau kom je. Het was echt een mix, hebben we gezien. Dus we gaan ook proberen om de mix van onderwijsniveaus hier in de sessie aan bod te laten komen. Dus accordeon is vooral dat je heel veel tekst wil geven, maar op een overzichtelijke manier. Hè. Je ziet dat hier ook. Ik heb voorbeeldjes die gemaakt zijn binnen onze H5P-omgeving eruit geplukt. Dus misschien dat er sommige mensen zeggen, oh, dat is een oefening van mij. Dat zou best kunnen. Dus hier gaat het om de sociale kaart. En dan wordt er rechts uitgelegd, wat is een sociale kaart, inhoud daarvan en zo verder. Enkel zuiver tekst, dat is niet echt een oefening dat je maakt. Maar wel dat je het heel overzichtelijk brengt, textueel. Drag en drop. En een drag en drop is in dit geval een oefening. Foto's. Foto's uiteraard, hou rekening met auteursrechten, met copyright. Gebruik websites zoals Pixabay en dergelijke meer. Foto's met daarbij in dit geval uitdrukkingen. En je gaat ze slepen. Dus je sleept de woordjes naar de juiste foto. Van het moment dat je dan, ik heb ze niet mee gekopieerd, maar een check klikt, dan gaat er gekeken worden, is dat inderdaad die uitdrukking die bij de foto past? En wordt het oké gerekend, krijgt men groene vinkjes, is het niet oké, komen er rode kruisjes. Dat is een soort oefening, een sleepoefening, woordjes naar foto's slepen. Wat kan je nog gaan maken, is hotspot oefeningen. En we hebben verschillende soorten hotspot oefeningen binnen H5P. Je ziet hier een kaart. En de bedoeling is dat de cursisten of de studenten de namen naar de verschillende landen gaan slepen. Dus één soort van hotspot. Een ander soort hotspot is in dit geval een wiskundige oefening, waarbij dat de getalletjes naar de juiste plaatsing ziet. Ik heb dat al een beetje geprobeerd. Hè. Sommigen zien oranje of rood liever. Dat heb ik fout gesleept. De groene staat juist. Hè. Voor mensen die later zijn aangesloten, als je dit sneller of groter scherm wil zien, onderaan rechts heb je 4 kleine pijltjes. Bij mijn presentatie, als je daarop klikt, kan je schermvullend zien, is misschien iets duidelijker te volgen. En een andere hotspot is bijvoorbeeld dat je ook een foto hebt en dat je ook weer de namen naar de juiste plaatsjes moet slepen.
De pijltjes die je hier ziet staan op de foto, die zijn vooraf door de maker van deze oefening klaargezet. Hè, en dus dat is niet iets dat H5P zelf kan hebben. Nog een ander soort oefening is rangschikken. Rangschik van groot naar klein. Hè. Bijvoorbeeld hier de dieren, rangschik van klein naar groot is het, denk ik dat het was. En bovenaan is het rangschik in de juiste volgorde. Hè. Dan moet het hoofd eerst staan en zo verder. Dus op die manier kan je ook rangschikoefeningen gaan maken op basis van foto's. Nog een andere is image pairing. En image pairing zijn dus twee luiken. En de eerste is hier een wiskundeoefening van het lager onderwijs, waarbij dat men de poppetjes en de juiste blokjes bij elkaar moet brengen. Een andere oefening kan zijn dat je klanken bij, zoals ik hier de ei van ijs en van ei, juist heb gesleept. En dat ik de klanken moet slepen bij de juiste foto. Dit zijn ook fotootjes, dus dat zijn ook zaken die als foto zijn opgeladen in H5P, om dan de sleepoefening image pairing te gaan gebruiken. Terechttekst. Een inboeloefening, maar een sleepoefening ervan gemaakt. Dus je ziet de blauwe vakjes. Aan de rechterkant staan de woordjes die men moet invullen en men moet dat naar de juiste plaats gaan slepen. De knop check, van het moment men daarop klikt, gaat de computer kijken, is dat juist, is dat fout, en feedback geven. Vul in de blanks, invuloefening. Ja. Je ziet de gaatjes, dus daar moeten de leerlingen de woordjes gaan typen. Hier hebben ze geen hints, hier hebben ze geen woordjes om uit te kiezen. Ze moeten ze zelf gaan typen. Wat daar wel bij kan, en die oefening gaan we straks ook maken, is dat je aangeeft hoofdlettergevoeligheid, al dan niet rekening mee houden. Bijvoorbeeld als je al weet van, ja, sommige leerlingen wisselen twee letters in het woord, maar ik wil dat wel goedkeuren. Of er een alternatieve woorden juist. Dat kan allemaal rekening mee gehouden worden als je die oefening gaat maken. En deze oefening ga ik straks ook aan jullie tonen, dat dat eigenlijk een eenvoudige oefening is om gaan te maken. Op een 20-tal minuutjes heb je die oefening kent en klaar voor je leerlingen. Find the hotspot. Een oefeningsje voor de mensen, economie, boekhouden eruit gekozen. Hier moet aangeduid worden waar op die loonfiche staat het bruto loon. En dan zie je dat ik dat gedaan heb. En dan zie je hier dat daar een vinkje staat. En dat vinkje betekent, ja, ik heb het juist en ik heb ook een ster verdiend. Je zal merken dat H5P heel veel ook met gamification, dus met dat spelelement, gaat rekening houden. En als ik nu hier in deze oefening meerdere opdrachtjes had gestopt, dan had ik meerdere sterren kunnen verdienen. Ik moest er hier nu maar eentje aanduiden, dus ik heb één ster gewonnen. Je ziet ook aan de andere kant een voedingsriehoek en ik moet daar aanduiden waar de melkproducten in de voedingsriehoek zich bevinden. Ik heb daar gemist. In dit geval bewust gemist om jullie het laten te zien. Merk je ook, ik heb geen ster en ik krijg ook directe feedback dat ik, waar ik geklikt had, dat daar de plantaardige voedingsmiddelen moeten komen. En dat dat niet de melkproducten zijn zoals gevraagd. Dus dan zie je ook dat ik geen ster heb verdiend. Image hotspot. Skelet. En op het skelet, het is moeilijker zichtbaar misschien, staan overal groene plustekens. Dat betekent dat leerlingen overal kunnen gaan klikken en telkens daar informatie gaan vinden. En informatie kan zijn tekst. Nu, ik heb twee voorbeeldjes met tekst. Maar dat kan ook een videofilmpje zijn. Dat kan ook een langere tekst zijn. Dus je kan eigenlijk verbinden naar verschillende elementen. En dat kan je ook doen bijvoorbeeld hier met een overschrijving. Ik heb hier op dat plusje geklikt. De plusjes zien hier paars. Dat is ook een keuze. Dus op die manier kan je met de elementen aan te klikken informatie geven. Flashcards. Bram heeft 2 weken geleden een sessie gegeven over de draaikaartjes. Flashkaartjes zitten daar in de buurt. Je geeft een foto en zij moeten onderaan typen wat er op de foto staat. Ook daar zijn dus ook weer hoofdlettergevoeligheden en zo verder allemaal in te staan. Dialoogkaartjes, de sessie van Bram toen. Ik heb ze er ook nog eens ingestopt met verschillende voorbeeldjes. Het kan voor heel veel domeinen zijn. We hebben ook gemerkt sinds de vorige sessie van Bram dat er enorm veel draaikaartjes gemaakt zijn. Dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar vandaar, we gaan er niet te ver op ingaan. Er is een aparte sessie voor geweest. Find the words.
woordjes verstopt. Ze zitten telkens op een andere plaats als de oefening geopend wordt. Ze krijgen de lijst van de woordjes en ze moeten ze gaan aanduiden. Jij kan de richting aangeven. Moeten ze van links naar rechts staan? Moeten ze onder, van boven naar onder, van onder naar boven, diagonaal? Wat zijn de mogelijkheden? Dat beslis jij als maker van deze oefening. Sommige mensen vragen zich ook af van, zijn de oefeningen printbaar? De meeste oefeningen niet, zijn digitale oefeningen, zoals de hotspot met dat skelet. Ja, dan moet men echt wel klikken op elk item. Maar met Find the Words, liever, kan je wel eventueel een pdf maken, afdrukken en klassikaal gebruiken. Dat is een van de oefeningen die dat wel kan. Hè? Maar niet allemaal. Memory. Kan natuurlijk ook niet op papier, is ook een digitale oefening, hè, maar zoek de twee elementen, dezelfde elementen of degene die bij elkaar horen. Ze krijgen al dan niet feedback erbij en je ziet de bovenste, is er feedback en wordt er gezet. In dit geval over de viskraam was over verschillende zaken op de markt. In de rechterkant is het gewoon dezelfde icoontjes zoeken van dezelfde kleur en daar krijgt de leerling geen feedback. Dat is een keuze dat je geeft. Mark the Words is een oefening zoals invuloefening en zoals het slepen van woordjes in de tekst. Hier moeten ze echt aanduiden. Dus bijvoorbeeld kan je hier zeggen, hier is een voorbeeldje, duid de woorden apotheek en apotheken aan. Maar de onderste oefening is bijvoorbeeld, duid alles in het verleden aan. En dan moeten ze de werkwoorden bijvoorbeeld aanduiden. En dan zie je ook dat er ook weer sterren gegeven worden. Ik heb 4 op 6 gescoord en zo verder. Dus dan kan je dat op die manier, dus dat ook weer naar leerlingen toe een feedback die komt. Oh, dat was iets te snel. Multiple choice op verschillende mogelijkheden. Hier is het 1 vraag. En 1 vraag, je hebt een foto en daar 1 mogelijk antwoord bij. Zij duiden dat aan, krijgen feedback onmiddellijk. En met het pijltje hier, het blauwe pijltje, gaan ze naar de 2e vraag en zo verder naar zoveel vragen je wilt. Multiple choice is dus alleen maar meer keuzevragen. Al dan niet met 1 antwoord, zoals hierboven, of als meerdere antwoorden, zoals onderaan. Die combinatie kan wel. Straks ga je merken dat je nog met een andere optie meer soorten oefeningen kan stoppen bij meer keuzevragen. Essay is een open vraag, dus dat is ook mogelijk om die mee te geven. Hier is nu het voorbeeldje met 1 open vraag, maar je kan er verschillende onder elkaar zetten. Dat zijn ook zaken die in H5P kunnen, maar we zien ze wel iets minder gebruikt worden. Dat was heel kort een overzicht van de eenvoudige oefeningen binnen H5P. Ik heb gezien dat ondertussen in de chat al heel wat vragen zijn binnengekomen. Daar komen we straks uitgebreid op terug. Een eerste oefening die voor gevorderden is, omwille van dat ze heel veel zaken bundelt, dat we dat net hebben gezien in allemaal aparte oefeningen. We hebben gezien een invuloefening, we hebben gezien tekst slepen naar de juiste plaats in het woordje slepen, de juiste plaats in de tekst. We hebben bijvoorbeeld ook gezien markeerde woorden. Je kan die ook in heel veel oefeningen gaan bundelen. Dat je zegt van, ja, ik wil eigenlijk een soort digitaal werkblaadje gaan maken. Wel, het digitaal werkblaadje noemt in H5P kolom. En dit voorbeeldje is een invuloefening, een sleepoefening. Je moet de woordjes slepen naar de juiste plaats. Dan is er een open vraag hier onderaan. En dan is er weer een sleepoefening, oefening de woordjes weer naar de juiste plaats gaan slepen. Je kan dat verder gaan. Ik kon het niet op 1 slide krijgen, dus dit hoort er eigenlijk onder. Waar niet waar vragen kunnen erin gekoppeld worden, meer keuzevragen kunnen erin gekoppeld worden. Eigenlijk is die kolom een bundeling van verschillende soorten aparte oefeningen, maar je biedt ze aan als 1 oefening. Ja, 1 digitaal werkblaadje. Je zou hier ook, als je met waar niet waar vragen werkt, en meer keuzevragen eventueel, het als pdf kunnen opslaan en het klassikaal kunnen gebruiken. Maar dus als je die sleepoefeningen van hier, de eerste pagina, dan lukt dat niet. Hè. Dan moeten ze het dan gaan schrijven, dus dan is dat een drempel die er ligt. Dit is ook zo nog een oefening, ook de kolom, hè, maar op basis van een video vertrokken. Men heeft daar een video in gestopt en die video moet eerst bekeken worden en dan hebben ze oefeningen en dan zie je dat dat een onjuist vraag is en ook een invuloefening. Dus die combinatie kan allemaal binnen de oefeningentype kolom. Dat was ook zo nog een voorbeeldje. Dan de course presentation. Dat is een soort van PowerPoint presentatie die je aanmaakt in H5P. En waarbij
dat je ziet dat er hier 10 pagina's zijn. Ik heb ze niet alle 10 overgenomen, ik heb er enkele uitgenomen. Maar je hebt in dit geval, op de eerste zie je geen cirkel staan, op alle andere zie je cirkeltjes staan. En die cirkeltjes betekent, daar is interactiviteit. Daar zijn oefeningen, of daar is een oefening aanwezig op die pagina, of daar is een video ingestoken op die pagina. Maar cursisten of leerlingen moeten daar iets gaan doen. Dat is de bedoeling van die cirkelaanduidingen. En die iets, dat kan bijvoorbeeld zijn dat daar op in uw presentatie een invuloefening komt en leerlingen gaan die invuloefening invullen. Dat was pagina 2 in die presentatie dat ik als voorbeeld heb genomen. Maar iets verder kan het zijn dat je hen vraagt waarom werkte in dit geval de EU en zo verder en zij moeten het juiste antwoord kiezen. Als ik nog verder ga in die presentatie, heb ik een waar-niet-waar vraag. Ik kan daar een meerkeuzevraag in krijgen. Ik kan daar eigenlijk alle soorten oefeningen, die ik er juist heb gezien als eenvoudige oefeningen, gaan bundelen in mijn presentatie. Maar ik kan daar evengoed een slide in steken met wat tekst op, zoals ik in de PowerPoint doe. Geen enkel probleem, maar dan zal er dus geen bolletje staan. Je ziet hier ook op mijn slide dat dit bolletje het derde gekleurd is. Dat betekent dat die vraag beantwoord is. De andere, dus de eerste en de tweede, zijn niet beantwoord. Daar heb ik eigenlijk doorgeklikt naar de volgende slide. Dus er is ook wel een beetje opvolging. Op het einde, je zal dat nu niet goed zien, kan je ook een overzicht krijgen wat is nu wel en wat is nu niet goed beantwoord. Dan hebben we ook interactieve video. En interactieve video is eigenlijk een video van YouTube of van jezelf, een mp4-formaat, waarbij dat de video op bepaalde momenten stopt en dat je oefeningen gaat geven. En die oefeningen kunnen ook weer zijn, ik heb het hier een beetje gebundeld, hè, een meerkeuzevraag, dat kan een invuloefening zijn, dat kan een markeerde woorden zijn, dat kan eigenlijk alles van die eenvoudige oefeningen die ook weer gebundeld kunnen worden op een video. En bij een video zie je het ook onderaan dat er cirkeltjes staan op bepaalde plaatsen. Die zijn niet gevuld bij de start van de video, maar die zijn van het moment dat leerlingen dat invullen, gaan die dus ook gevuld zijn en ga je dus ook kunnen zien, is die vraag opgelost of is ze niet opgelost. Dat zijn nog een paar voorbeeldjes van die interactieve video, daar kom ik ook straks uitgebreider op terug. Dat is ook iets te snel geweest. Dan hebben we question set of de quiz. Daar kan je allerlei soorten oefeningen ook gaan bundelen. Je kan starten met een meerkeuzevraag, daarna een invuloefening laten komen, daarna een sleepoefening laten komen. Dus je geeft eigenlijk ook weer één soort oefening waar dat er verschillende oefeningen onder gaan zitten. En er zit onbeperkt in het aantal oefeningen dat daaronder zitten. Ook die volgorde, die kan je ook zetten dat die gekozen wordt door de computer en niet door jou, hè, dat iedereen dezelfde oefening op hetzelfde moment gaat krijgen. Dat is ook een optie dat daar mogelijk is. Dan heb je branching scenario, is een vrij recente toegevoegde oefensoort. Daar moet ik er ook bij zeggen, die is nog in beta, dus daar wordt ook zeker nog aan verder gewerkt. Dat zal je ook merken als je die oefening gaat maken. Je hebt daar een startknop en dan kan je starten met bijvoorbeeld een video te laten zien. Is die video bekeken dat mensen naar een bepaald onderdeel moeten gaan? Hebben ze dat afgewerkt, moeten ze weer verder gaan? Dus dan moet je ook op voorhand, en dat is echt wel een tip, dat is een gevorderde pagina, schrijf even op papier voordat je start met het soort oefening uit wat dat je gaat doen. Waar moet een cursist of een leerling belanden als ze bijvoorbeeld die video heeft bekeken? En waar moet hem daarna naartoe? Ja? En welke vertakkingen zijn er allemaal mogelijk? Je merkt dat ook, dit is het achterliggende scherm van H5P. Je hebt echt wel, die vertakking kan je dus doen in verschillende onderverdelingen. En daaronder kan je nog eens vertakkingen. Dus dat is eigenlijk wel een zeer moeilijke oefening om te maken. En vraagt planning vooraf. Interactive Book is ook een nieuwe pagina die 2 weken geleden is toegevoegd. Dus daar heb ik nog geen Nederlandstalig voorbeeldje van op dit moment. Maar is ook een soort van bundeling tussen het textuele geven en oefeningen gaan aanbrengen. Dus hier zie je ook, men begint hier met uit te leggen de aardbeien. En men gaat daar, hoe gaat men de aardbeien telen? Wat is de historie van aardbeien, aardbeien culinair? En doordat je op de verschillende elementen klikt, krijg je meer inhoud en ga je ook de oefeningen kunnen integreren.
Ik zie dat Luc vraagt in de chat het verschil tussen quiz en column. Quiz is, de oefening komt één per één op het scherm. Dus men start bijvoorbeeld met een meerkeuzevraag, die is beantwoord en daarna komt de invuloefening. Column is alles onder elkaar. Dus een leerling kan zelf kiezen, die invuloefening die ga ik even overslaan en ik ga naar de volgende oefening die daaronder staat. En dat is een meerkeuzevraag. En dan ga ik naar mijn derde oefening. Ik moet die eerste nog gaan maken, want die ben ik overgeslagen. Tegenover bij de quiz moeten ze echt wel vraag beantwoorden of je oefening doen voor de volgende oefening verschijnt. En dat is ook hetgeen wat Bram ondertussen in de chat heeft gezet. Om aan de slag te gaan met H5P zijn er een aantal mogelijkheden. Wij binnen Toonnet hebben een eigen server al een aantal jaar, waar dat we H5P aanbieden aan iedereen. Aan elke Vlaamse leerkracht wordt dat gratis aangeboden. En daarvoor zien we ook ondersteuning en updates. Dus dan bedoel ik updates, vooral H5P-updates, gebeuren ook door ons. Anderzijds, als je werkt met de leeromgeving, Moodle, Canvas, kan dat ook. En dat is geïntegreerd in die leeromgeving. Je zou ook kunnen kiezen voor een eigen WordPress of Drupal-website op te zetten. Dat is ook een mogelijkheid. Of je kan werken via de website h5p.org. Dat is een Noorse website. Nu, er is een beetje verschil in ondersteuning. Hè. Dus zoals gezegd, via Toonnet doen wij de ondersteuning. Heb je vragen, kan je bij ons terecht. Hoe, zal ik straks even uitleggen. Updates doen wij ook. Is dat je via Moodle of Canvas gaat, moet je via je Moodle of Canvas beheerder, als er updates moeten gebeuren. En ook ondersteuning daar, ja, dat is ook bij hen, of bij het forum, of is het H5P-org forum, waar je vragen kan stellen. Zeker omdat wij aan de oefeningen niet aan kunnen die daarin gesloten zitten. H5P.org is de officiële website van Noorwegen. Dat is op dit moment gratis, maar ik ga er ook al bij vertellen. Ze hebben ook een betalende mogelijkheid. Als ik me niet vergis, vragen ze €15 per maand per gebruiker. En we hebben meer en meer de indruk dat zij naar die oplossing meer pushen dan de gratis en ook de support op de gratis. Er is een forum, maar daar weten we dat je geduld moet hebben om een antwoord te krijgen op je vraag. En geduld, dat kan 2 weken, kan 3 weken zijn eer dat daar een reactie komt. Dat is niet een prioritair iets voor hen. Hè. Voor hen, zij zien de website h5p.org als een soort van reclamemogelijkheid. Maar ze gaan niet daar echt actief op doen. Om op Lux een vraag te antwoorden, blijft H5P gratis voor Moodle en op Toonnet. Op beide kan ik positief antwoorden. Dus voor Moodle blijft het gratis, omdat H5P core geworden dat betekent, is echt opgenomen in Moodle. En wat Toonnet betreft, wij blijven dat ook gratis aanbieden en ondersteunen. Dus daar moet je ook geen zorgen op maken. Dat is geen enkel probleem. Ik ga heel even een zijsprongetje maken, omdat ook de vraag vooraf was gesteld, hoe ga je aan de slag met Moodle? En dan gaan we direct aan de slag op de Toonnet server, maar ik heb het heel even in de presentatie opgenomen. Dus voor mensen die Moodle gebruiken, is het heel belangrijk om te weten welke versie van Moodle dat je hebt. Heb je versie 3.9, dat is een nieuwe versie die enkele weken geleden, ik denk begin juli, is uitgekomen. Dan kan je de slides volgen die ik heb. Heb je een oudere versie, is te zien hoe oud je versie is. Als je een versie, bijvoorbeeld, ik ga overdrijven 2.0 hebt, dan moet ik je teleurstellen, moet ik zeggen, dat bestaat H5P niet voor. Heb je een versie 3.8, net onder 3.9, dan kan je het wel, maar dan moet het extra geïnstalleerd worden. Dan wordt het niet, zit het niet standaard in je installatie van Moodle bij. Dus dat kan wel, dat werkt ook perfect, dat is net hetzelfde, maar dan maak het nog geen deel uit van Moodle. Tegenover 3.9 maakt het wel effectief deel uit. Je start binnen Moodle met een activiteitbron toevoegen en dan krijg je daar de activiteit H5P. Van het moment dat je dan in Moodle zit en je hebt die activiteit gestart, moet je hier klikken op inhoudsdatabank weergeven in een nieuw venster. Je klikt daarop en dan kan je bij het volgende venster het soort oefening dat je wenst gaan maken, te kiezen. Ja. Dat is voor de mensen die met Moodle werken. Ja. Ik weet dat er een aantal van de deelnemers zijn die zo binnen hun eigen werkomgeving werken. Ik ga heel even terug en ik ga jullie meenemen naar dit luik. Ja. Hoe werk je bij ons met H5P? Hoe ga je daarmee aan de slag? Dus ik heb de link hier gezet.
Maar ik ga heel even mijn scherm nu met jullie delen en aantonen hoe dat je effectief aan de slag kan gaan. Dus we starten op de website en dan kan je op twee manieren naartoe. Ofwel tol-net.be ofwel start je via de gekende link klassement.net. Dat gaan we even zo doen. Dan ga je binnen klassement naar deelsites. En kies je daarvoor tolnet. Maar dus nogmaals, tol-net.be, kom je er ook. Je moet natuurlijk aangemeld zijn op klassement. Ik ben aangemeld, dat zie je hier bovenaan. En ik ga hier binnen de link hier H5P klikken. En dan kan ik kiezen, daar vind je ook trouwens alle handleidingen, alle filmpjes, al wat we rond H5P gedaan hebben al, maar zeker ook nog gaan doen, komt hier allemaal op die pagina beschikbaar. Ik ga nu klikken om oefeningen te maken, dus ik klik op maak oefeningen met H5P. En dan gaat mij vragen, weet je zeker dat je ingelogd bent onder je naam, en dan staat dan jullie naam staan, en ik weet zeker dat ik door wil gaan, dus ik ga naar H5P. Ik kom dan in de sessie H5P. En een belangrijk iets om toch wel even bij stil te staan, is dat H5P, al wat gemaakt wordt binnen dezelfde server, beschikbaar staat om te hergebruiken voor anderen. Dus al wat je maakt binnen de server, kan iemand anders hergebruiken. Als je zelf zegt van ja, die persoon mag ook die oefening downloaden en hergebruiken, een nieuwe oefening mee maken, dat kan je zelf kiezen. Maar je kan niet kiezen van staat mijn oefening hier tussen de lijst of staat het niet ertussen. H5P zegt al wat gemaakt wordt is van iedereen en iedereen kan het hergebruiken. Van het moment dat je dan een nieuwe oefening wil gaan maken, klik je bij ons op Add New. Voor de mensen van Moodle is dat dus een nieuwe activiteitsbron. Je hebt die mogelijkheid, op dat moment wordt de H5P Hub opengedaan. En je hebt de mogelijkheid hier om nieuwe oefeningen te creëren of om een bestaande oefening te uploaden. Als je zegt van ik wil nieuwe oefeningen gaan creëren, ik ga hier beginnen met een invuloefening. Die staat hier nu bovenaan bij mij, omdat ik die als laatste oefening heb gebruikt. Ik heb die invuloefening er straks voorbereid. Ja. Zeg je van, ja, ik vind mijn oefening niet. En je typt hier bovenaan, ja, ik weet dat ik een fill the blanks moet hebben. En ik typ fill in. Dan krijg ik al direct een keuzelijstje. Dat maakt hij voor mijn selectie. Als ik weet dat ik zeker deze oefening wil gaan maken, dan kan ik hierop klikken en ga ik mijn oefening starten. Op het moment dat ik gestart ben, wat moet ik altijd doen? Ik moet altijd starten met een titel te geven. Dus invul oefening. Webinar. Hij vraagt mij of ik media eventueel wil toevoegen. En media toevoegen, als ik het openklik, ik kan hier kiezen om eventueel een foto toe te voegen, om een video toe te voegen aan die invuloefeningen. Dat ik eerder voor een video moet gaan bekijken en dan mijn oefening moet maken. Dat is allemaal mogelijk. Nu, het hoeft niet. Hè. Vandaar dat dat ook grijs staat. Het is niet verplicht. Mijn beschrijving van de opdracht is vul de ontbrekende woorden in. Wil ik daar bijvoorbeeld een punt achter zetten, dan klik ik en krijg ik minimale tekstverwerking. Waarom is dat minimaal? Omdat H5P is gemaakt in HTML5. En dat betekent dat het voor elk toestel, of je nu op een smartphone werkt, op een tablet werkt, op een computer werkt, H5P zal beschikbaar zijn voor leerlingen op eender welk toestel. En vandaar, om dat te kunnen garanderen, kan je hier geen lettertype kiezen? Is dat allemaal voorgekoud en voorgeprogrammeerd? Je kan ook niet veel kleurgebruik kiezen. In dit geval bij beschrijving opdracht zelfs geen kleurgebruik buiten vet, cursief en onderlijnen. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Op het moment dat je dan je opgave hebt gedaan, die klaar is, ga je naar je tekstblokken. En je ziet ook telkens wat je moet invullen, staat ook met een rood asterisktje, een kruisje aangeduid van dit is verplicht. Ze geven ook altijd instructies en je zal merken dat de meeste instructies ondertussen al vertaald zijn. Nog niet alles is vertaald en ook hier en daar ga je merken dat die vertaling, ja, ik lag daar dikwijls mee met serieuze haar op is, waarbij dat je moet denken van wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld. Maar men werkt daar heel fel aan, dus er zijn al heel grote stappen gezet.
Belangrijke instructies, zegt men hier. En men geeft hier aan hoe dat je het invultekst moet gaan maken. Nu, als ik hier ingeef, aantekstingen ingeven, bijvoorbeeld het is mooi weer vandaag. Ik kan die gewoon gaan typen. Nu, wat zou ik ook kunnen doen? Ik zou gewoon naar een website kunnen gaan en daar een stukje tekst gaan kopiëren en plakken. Dat is geen enkel probleem, dat kan ik doen. Ik ga nu heel snel eventjes naar de Toolnet website. En ik ga hier bij Toolnet opleidingen hier een stukje kopiëren. Voilà, ik kopieer hier een stukje tekst. Als ik naar mijn oefening ga en ik plak dat daar, voilà. Je merkt dat de opmaak meegaat. Dus als ik gewoon plak met Ctrl-C of met de rechtermuisknop plakken, neemt hij mijn opmaak mee. Maar wel in het lettertype van H5P. Als je hier nu woordjes wilt gaan weghalen, je zij moeten gaan invullen, dan zet je die woordjes, en dat staat hier bovenaan ook, tussen sterretjes. Dus als je sterretjes neemt, dus opgezette, hè, tussen sterretjes, dat betekent, oei, sterretjes, dan betekent dat 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 woord moet ingevuld worden. Als ik nu zeg, ja, maar in plaats van modulair opgezette e-modules, die opgezette moet een ander woord, dat is ook juist, dan kan ik dat doen. Maar dan ga ik daar schuine strepen moeten tussen zetten. Ik ga jullie heel even een voorbeeld dat ik voorgemaakt heb, al voorbereid had voor vandaag, even laten zien. Ik heb hier een tekstje ingestopt deze morgen. Al weken moeten mensen zoveel mogelijk thuis blijven. Thuis blijven staat tussen twee sterretjes. Ik ga mijn scherm iets vergroten en hoop ik dat dat bij jullie ook vergroot. Ja. En een beetje naar boven scrollen. Dat is misschien iets beter zichtbaar, want de sterretjes zijn nogal klein. Dus ik heb hier het woordje thuisblijven tussen twee sterretjes staan. Dus ik verwacht dat leerlingen het woordje thuisblijven gaan typen. We werken thuis. Thuis moet ook getypt worden. Maar hier bijvoorbeeld, voor bijna alle dingen hebben we internet nodig, zou het juiste woord zijn. Maar ik heb slash wifi met hoofdletters gezet, slash wifi met kleine letters gezet. Dus die slash betekent, je mag ook wifi met hoofdletters en wifi met kleine letters goedkeuren. Al de rest is fout. Hè? Dus door de sterretjes zeg je, ik maak hier een invulvakje. En wat je tussen sterretjes plaatst, is hetgeen dat juist gerekend wordt. De slash, de schuine strepen, betekent dat zijn alternatieven die juist gerekend worden. Als jij een hint of een tip wil meegeven, dan gebruik je een dubbelpunt. Dus als ik hier nu zou kunnen of willen meegeven, draadloos bijvoorbeeld, dan zou ik internet slash wifi met kleine letters, dubbelpunt draadloos, is draadloos mijn tip en zal die straks ook verschijnen. Els zegt in de chat van, is het nodig om spaties te noteren na elk? Nee, er zitten geen spaties tussen. Dus echt wel alles aan elkaar. Want als jij een spatie voorziet, dan betekent dat ook dat leerlingen die spatie moeten typen. Hij kijkt echt op het woord, op de letter na, wat het juist is. Ik ga die oefening, dus ik heb hier sterretje in wifi nog eens opnieuw dezelfde oefening gegeven. Ik kan ook meerdere tekstblokken onder elkaar gaan zetten. Dus ik kan, als ik hier voor tekstblok doe, een nieuw vakje, net hetzelfde als dit, gaan maken. En op die manier een tweede vak met tekst gaan toevoegen en zo verder. Ik ga nu heel even laten zien. Ik ga bijwerken klikken. Aan de rechterkant om mijn oefening op te slaan. En zo ziet die oefening eruit, zoals hierboven, naar leerlingen toe. Ik moet ze invullen. Ik weet nu dat het thuisblijven was. Ik weet dat dit thuis was. Kijken tv thuis. Dan via puntje puntje houden we contact met anderen. Ik heb dat, het originele woord was sociale media. Maar ik heb daarbij gevoegd social media. Hier zie je een i staan. Dat is mijn tip. Als ik als leerling op die i klik, dan ga ik mijn tip krijgen, draadloos. Als ik hier nu type, mijn eerste woordje was internet. En als ik internet, dat was met kleine letters, met een hoofdletter type, ga je straks zien wat er gebeurt.
En we zien het gebruik van wifi, wifi, met hoofdletters. Controleer, kijk, internet wordt niet juist gerekend, want ik heb dat met een hoofdletter getypt. En ik heb nergens ingegeven dat hij hoofdlettergevoeligheid aan of uit moet zetten. Dus hij weet niet, op dit moment kijkt hij, nee, het staat zonder hoofdletter in de tekst, dus is het niet juist. Wifi was een van mijn alternatieve antwoorden, hè. Internet slash wifi met kleine letters. Dus op die manier keurt hij het wel juist. En sociale media en social media had ik allebei als opties gezet, keurt hij automatisch ook juist. Ik ga even terug naar de achterkant om het nog even terug te laten zien aan jullie. Dus je ziet hier sociale media. Hè. En wifi, internet, beiden, hè, dus internet met kleine letters. Hoe kan ik dat allemaal gaan ingeven? Kwestie feedback. Kan ik ingeven? En standaard staat daar niets ingevuld. Je moet eerst klikken op voeg reeks toe. Kan je zeggen tussen 0 en 50%, tussen 0 en 40%. Welke feedback leerlingen moeten krijgen? Ik had ingesteld tussen 0 en 50. Maak de oefening opnieuw. En tussen 51 en 100. Goed zo. Ja, dus op die manier kan je feedback gaan voorzien. Voeg ik nu een reeks toe, ga je merken dat ik hier bij 51 kom. Hè? Als ik dan bijvoorbeeld zeg tussen 51 en 70, een bepaalde feedback. En dan kan ik hier bijvoorbeeld zeggen, prima. Of je mij tussen 51 en 70 bijvoorbeeld goed van maken in plaats van goed zo. Hè? Dus op die manier kan je dat inbouwen. Moet dat? Nee, dat moet niet. Je moet dus die scorereeks niet verplicht zo opdelen. Je kan het opdelen. Als jij daar niet aankomt, dan gaat er geen feedback verschijnen. Vervolgens heb je bij elke oefening ook, en dat is een heel rare naam, we weten dat, gedragsinstellingen. Dat zou beter anders vertaald worden. Hier kan je aangeven, activeer de knop opnieuw. Mogen leerlingen de oefeningen opnieuw en opnieuw en opnieuw gaan maken? Of beter niet? Mogen ze oplossingen zien? Hoofdlettergevoeligheid al dan niet. Moeten zij nog eens op een controleertoets klikken? Accepteer kleine spellingfouten. Twee letters die gewisseld worden of zo. Als je dat aanklikt, dan gaat hij daar rekening mee houden. En bij tekst en overschrijven vertalingen. Daar zitten heel wat vertalingen. Je ziet hier de taal staan op Nederlands. Als je klikt op vul in de blanks, dan ga je merken dat al de woordjes die dat als feedback kunnen komen, dat die hier vertaald zijn en ingegeven staan. Op het einde komt er de tekst. Je hebt zoveel op zoveel gescoord. Dus hier mag je alles vertalen naar eender welke vertaling. Alleen bij de ad, dus in dit geval ad num en ad toto, daar blijf je best af. Dus lege invoer, daar kan je iets van maken. Dat mag allemaal, maar de ad, dat zijn dingen die jij bij elkaar zelf gaat optellen. Daar moet je van afblijven. Maar je kan dus, je hebt dubbelpunt num van dubbelpunt total. Dubbelpunt num en total moet je ook weer afblijven. Maar in plaats van je hebt, kan je bijvoorbeeld van maken, proficiat, je hebt zoveel van zoveel punten. Je hebt daar flexibiliteit in. Let op, hetgeen wat je hier aanpast bij die vertaling, is enkel bij deze oefening. Dus je gaat dat niet doen volledig voor al je volgende oefeningen. Het is oefening per oefening dat je dat doet. Ben je nu een leerkracht Turks, zeg maar iets. Hier bij taal kan je ook, en je ziet heel veel talen verschijnen, ook de feedback in een andere taal gaan geven. Dus dat je zegt van, ja, ik werk wel met de Nederlandse versie van H5P, maar ik geef een bepaalde andere taal en ik wil ook de feedback in die taal, kan je dat hier ook gaan aanduiden. En als ik bijvoorbeeld hier nu kies voor Deens, dan gaat hij vragen, ben je zeker? Ik doe dat. En dan staat er hier, in dit geval is nog geen Deens, dus dat betekent de Deense vertaling is nog niet beschikbaar. En het is nog de Engelse vertaling. Ja. Bevestig ik dat nu, dan is dat ook op die manier opgeslagen en zal ook de feedback in dit geval in het Engels zijn. Als je zaken in oefeningen aan het aanpassen bent, niet vergeten aan de rechterkant op bijwerken te klikken. Want anders wordt het niet opgeslagen. Je kan zoveel op bijwerken klikken als dat je zelf wenst. Dat is geen enkel probleem. Je kan daar blijven op klikken. En telkens via edit hier bovenaan terug in je oefening om aan te passen. Dat is heel kort uitgelegd hoe de
invoeroefeningen eraan toe gaan. Claire gaf nog een tip mee. Als je de leerlingen toch wil laten kiezen tussen woorden die ze moeten invullen, kan je in de oefening bovenaan de tekst zetten. Ja, je kan inderdaad, Claire, vul ontbrekende woorden in, kies uit en dan kan je dat zeker en vast, daar is ruimte voor om dat daarbij te zetten. Dus er is wel altijd een omweggetje mogelijk. Dat is voor beginners een oefening. Elke oefening zit ongeveer op dezelfde manier in elkaar om te gaan maken. Als je dan naar een gevorderde oefening wil gaan, of je wil een nieuwe oefening gaan maken, dan kan je hier aan de linkerzijde kiezen op Add New, een nieuwe oefening maken. En bijvoorbeeld als je naar de interactieve video wil gaan, ik type Inter in en ik kan weer klikken op interactieve video en hij start voor mij de interactieve video. Misschien ook meegeven nog, al wat ik verteld heb, staat ook in de slides met pijltjes aangeduid en schermafdrukken aangeduid. Dus als je de slides morgen downloadt, dan heb je al heel veel van mijn uitleg in visuele schermen. Om de interactieve video te maken, ook daar weer heb je een titel nodig. Video. Ik heb een video klaarstaan van wat is klassement. Heb je 3 stappen. 2 van de 3 moet je doen. De derde is een optionele. De eerste is natuurlijk interactieve video. Het zegt het zelf al. Je moet starten met een video. Je moet starten met een video toevoegen. En de video kan verschillende zaken zijn. Nu, bij de interactieve video kan dat alleen een video zijn van YouTube of een video zijn van jezelf. Ik zie ondertussen dat Luc ook zegt, het scherm van de interactieve video blijft bij mij soms hangen. Iemand een idee? Bedoel je nu tijdens de webinar of bedoel je als je een interactieve video gebruikt, Luc? Meestal als een interactieve video gebruikt wordt en het is een filmpje van jezelf, een mp4-formaat, kan dat wel eens zijn dat dat blijft hangen, zeker als dat een video is die nogal zwaar is van bestandsgrootte, omdat die naar de server moet en onze H5P-server is geen videoserver. Ja. Wij raden aan om zoveel mogelijk te werken met video's op YouTube, ook al zet je ze daar verborgen, dat kan, dat is geen enkel probleem, maar op die manier heb je dan de streaming van YouTube en dat bedoelt is vlotte doorgang van videofragmenten. Dus dat zou best kunnen zijn dat daar het probleem mee verholpen is. Ik ga een video toevoegen, dus ik klik op de plus, dan zie je dat je kan uploaden. Bij ons ook een bestandsstop vanaf 40 megabyte. Dus 41 megabyte laten we niet meer toe, omdat we geen videoserver willen maken. En dat we dat ook niet de bedoeling is. De bedoeling is echt wel om interactieve oefeningen te maken. Handiger is dat je werkt met een YouTube-link. Dus ik heb ook YouTube even al klaargezet. Ik heb het alomgekende, hopelijk, filmpje waarin klassement wordt uitgelegd gekozen. En wat moet ik doen? Ik moet bovenaan die link, die heb ik nodig voor H5P. Dus de bovenste link van YouTube. Vervolgens keer ik terug naar H5P en ik plak mijn linkje van YouTube daarin. En ik kies voor invoegen. Je ziet je filmpje hier niet staan. Dat is ook normaal. Mensen denken dan, oei, er staat YouTube, het werkt niet. Het werkt wel. Geen enkel probleem. Je hebt hier ook nog interactieve video, waarbij je kan zeggen dat mensen mogen terugspoelen, niet mogen verder spoelen en zo verder. Dus dat zijn de instellingen. Ik ga direct door naar interacties toevoegen. Hij gaat mijn videootje ophalen. En dan kan ik bij dat videootje gaan ingeven welke soorten van allerlei soorten oefeningen kiezen die ik wil toevoegen aan mijn videofragment. Als ik mijn video start, ik ga het een beetje verder zetten. Stel dat ik hier op dit punt iets wil toevoegen, ik heb hier bovenaan de verschillende mogelijkheden om toe te voegen. Wat kan ik toevoegen? Ik kan hier tekst opzetten. Die tekst kan ik laten verschijnen. Ik kan een linkje erop zetten. Ik kan een foto erop zetten, iets minder. Ik kan ook statement, dat betekent plaats in de juiste volgorde. Ik kan een meerkeuzevraag met 1 mogelijk antwoord kiezen. Ik kan een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden kiezen. Een ja-nee vraag. Ik kan een invuloefening kiezen. Ik kan een sleepoefening kiezen. Ik kan die allemaal op dat videootje zetten. Waardoor, stel dat dat videootje, dit is nu maar 1 minuut, maar een video zou zijn van 5 minuten.
waardoor dat ik om de zoveel tijd mijn leerlingen prikkel en eigenlijk ook de aandacht erbij hou. De kans naar het uitkijken verhoogt enorm, doordat zij ja, continu eigenlijk met oefeningen tussen die het filmpje stopt en die oefeningen moeten maken. Als ik nu zo'n oefening wil toevoegen, en ik klik hier op bijvoorbeeld single choice set, dus ik wil één meerkeuzevraag met één mogelijk antwoord gaan toevoegen, dan klik ik daarop. En dan zijn er ook weer een aantal mogelijkheden. Je ziet dat hier de duur van uw single choice set, in dit geval met mijn vraag, kan bepaald worden. Mijn tip is, als je een interactieve video geeft, klik dan aan pauzeren en zorg dat hier bij de start en bij het einde, dus de duur, bij allebei hetzelfde is. En dan moet ik eigenlijk hetzelfde, ik kan beter kopiëren. En je ziet, als het niet hetzelfde is, geeft hij mij ook de melding. Laat uw film stoppen. En ook best dat je uw vraag laat verschijnen, dat cursisten of leerlingen niet moeten klikken om die vraag te gaan zoeken. Want dat gaan ze niet doen. Ze gaan doorkijken. Zorg dat dat niet kan. En dat kan doordat je hier op poster klikt. Poster betekent, uw filmpje is op het moment gekomen, in dit geval 14 seconden, bijna 15. Dat filmpje stopt en die vraag popt op. Die vraag komt automatisch tevoorschijn en de leerlingen zijn verplicht om die vraag te beantwoorden alvorens ze verder kunnen kijken. Bijvoorbeeld op 20 seconden stopt dat filmpje weer en komt er een andere oefening. Moeten die weer beantwoorden, gaan weer verder kijken. Dus dat is een tip dat we kunnen meegeven. Zet dat hier op pauzeren en zorg poster dat die vragen automatisch komen. En dan is het weer invullen zoals er straks, de titel. Bijvoorbeeld vraag 1 ga ik als titel geven. Ik stel mijn vraag. Bijvoorbeeld, hoe lang bestaat klassement? En je geeft antwoorden. Hij geeft hier al direct bij, het eerste antwoord moet wel het juiste zijn. Ik wil nog een ander antwoord toevoegen. Ik wil er 30 toevoegen. En nog een ander antwoord, en zo verder. Je ziet dat ik hier ook een tweede vraag kan toevoegen. Is de eerste beantwoord, dan verschijnt de tweede vraag. En zo verder. Dus op die manier kan je je vragen gaan maken. Wil je dat niet, zoals ik wil nu maar één vraag. Ik ga deze verwijderen, want anders kan ik niet verder. Ik ga deze verwijderen met kruisje. Ik wil dat bevestigen. Ik kan weer, zoals bij de invoeroefening, feedback geven. Mijn gedragsinstelling gaan aanpassen. Ik ga dat nu niet doen. Ik ga naar boven, naar onder, sorry. Ik moet eerst nog bevestigen. Nee, het is bevestigd. Ja. Ik klik op done en mijn vraag is toegevoegd. Nu zie je dat die nog niet goed staat. Wel, ik kan die aanklikken. Ik heb hier de mogelijkheid om ze te verslepen. Ik heb ook de mogelijkheid om ze wat groter te maken. En ik kan ze zetten waar ik wil. En je merkt dat hier een cirkel is gekomen. Dus er is een teken van hier komt een vraag aan of een oefening aan. En om een duur weten leerlingen dat. Van oei, er zitten oefeningen verborgen. Ik moet hier heel goed opletten. Want het is niet zomaar een filmpje kijken. Het is echt wel bezig zijn met de inhoud. Wat ook belangrijk is, is hier aan de rechterkant. Ik heb die oefening nu van nul gemaakt. Dus ik heb die nog niet bewaard op dit moment. Rechterzijde staat display to below content. Dat betekent dat daaronder een lijntje zal staan met de copyrightregels als je afbeeldingen gebruikt. Allow users to download the content. Dat andere mensen je oefening kunnen en mogen downloaden. Als je dat uitvinkt, dan kunnen ze alleen de oefening gebruiken. Dan kunnen ze ze niet downloaden en hermaken. Dan is het enkel gebruik, zoals jij ze gemaakt hebt, dat mogelijk is. Embedden. Die moet aanstaan, anders kan je niet naar een leeromgeving gaan. Daar kom ik zo dadelijk op terug. En H5P houdt ook heel veel rekening met copyright. Je zal merken op het moment dat je een afbeelding oplaat, dat hij al direct vraagt van waar komt die afbeelding. Dus dan zijn je ook in orde met de copyrightregels als je dat altijd aanvult. Dus vandaar dat dat ook standaard aanstaat. Nu, voor jezelf, om oefeningen snel terug te vinden, is die tekst enorm belangrijk. Ik merk op de server H5P bij Toonnet dat tags niet veel gebruikt worden. En ik heb zo het vermoeden dat heel veel mensen die er al mee gewerkt hebben, dan zo stiekem achter hun computer zitten
Vloeken is misschien wel het juiste woord op dat moment, van waar zit mijn oefening? Ik vind die niet meer. Want we weten dat ze daar nog wel wat werk hebben op een goede zoekrobot. Die is er helaas niet. Maar als jij goede tags zet, en als jij bijvoorbeeld hier, als wij hier het tags KC zetten, bijvoorbeeld van klassement, ASI, comma liever, tol, mijn teken uit, comma, demo, ik zeg niet maar iets, dan zijn dat drie trefwoorden. Zoek ik dan op KC, zoek ik dan op Tolnet, zoek ik dan op Demo, dan gaan mijn oefeningen heel snel komen. Als ik dat niet doe en ik ga zoeken op videoklassement, dan ga ik nog lang mogen zoeken. Op mijn naam kan ik ook niet zoeken. Dus die trefwoorden, die tags, zijn enorm belangrijk. Ik ken bijvoorbeeld een CVO dat daar een afspraak rond gemaakt heeft op niveau van de vakgroep. Van kijk, zo gaan wij delen. Dat zijn de trefwoorden die wij gebruiken. En op die manier vinden we mekaars oefeningen ook heel snel terug. Van het moment dat je dan op creëer klikt, is je oefening bewaard. Ja, heel even wachten totdat ze effectief bewaard is, om dan aan te geven hoe dat je kan delen. Onder de oefening heb je de mogelijkheid om de link te delen. Dus deze link, onder elke oefening verschijnt er een unieke link. Als je die kopieert, kan je die delen met leerlingen. Ik ga straks laten zien hoe dat je, of meer uitleg geven hoe dat je dat kan doen. Je kan ook met QR-codes werken. En je kan ook met de embed-code werken. Nu, afhankelijk van omgeving tot omgeving, kan je met de directe link aan de slag gaan. En dat betekent, je maakt in je leeromgeving URL of weblink of hoe het noemt. En je geeft dan titel, je plakt die link erin. Leerlingen gaan naar een witte pagina en komen dan bij de oefening. QR-codes kennen ze, dat kennen jullie allemaal wel. Embed-code, die iframe-code, als je die gebruikt en je hebt bijvoorbeeld een Gamilo of je hebt gewoon bijvoorbeeld een SmartSchool, dan heb je daar ook de mogelijkheid om bij documenten of bij berichten een embed-code in te geven. En op die manier kan je dan met die code binnen in je leeromgeving, dus stel dat je SmartSchool gebruikt, dan gaat de HVFP-oefening mooi binnen SmartSchool getoond worden. Gebruikte jij een Google Sites? Ik zie nu toevallig de vraag van Marianne. En kan je de link ook embedden in Google Sites? Ja, dat kan. Hè. Helemaal in het begin heb ik de oefeningen laten zien met de rekenoefeningen, met de poppetjes en de blokjes. Wel, die leerkracht die dat gemaakt heeft, dat zit embedden in Google Sites. Dat is perfect mogelijk met die iframe-code kan je overal waar je kan embedden, kan je dat mooi tonen binnen die omgeving. En moet je niet, hè, vandaar ook deze link is een witte omgeving. Als ik deze link op klik, ik ga het even doen. Ja, mijn video wordt getoond op maximaal scherm. Hè, en leerlingen zien wel dat ze gaan naar onze server. Dat zien ze dan. Hè. Een manier om ook te delen is uiteraard, zit ook in mijn presentatie, dat je oefeningen deelt via klassement. Ze komen zo op die manier via oefen.be en je laat leerlingen naar oefen.be gaan. Dat is ook een optie om te gaan delen. Dus je hebt verschillende opties naar gelang wat dat je wenst en welke omgeving ga je gebruiken. Hè. Er was ook een vraag van iemand vooraf. Maar hoe zit het met integratie, bijvoorbeeld met Gamilo? Daar is op dit moment geen integratie. Dat wij weten, is die ook niet op komst. Dat kan zijn, maar ik vrees daar een beetje voor. Omdat, als je gaat kijken naar het percentage waarbij Moodle gebruikt wordt en Gamilo, is Gamilo een beetje minder. Dus zij kijken ook van, ja, is de vrager? En een tweede is er ook bijvoorbeeld, vanuit Moodle is er ook geïnvesteerd om die koppeling te maken en blijven te hebben. Dus daar speelt ook natuurlijk mee. Hè. Net hetzelfde ook met klassen, met SmartSchool liever. Ja, daar is ook geen koppeling, dus je kan ook niet zien wie welke oefening gemaakt heeft, de resultaten, omdat zij die koppeling niet hebben. Als morgen SmartSchool beslist om die koppeling te leggen, is dat wel mogelijk. Hè. Dus de open standaarden zijn beschikbaar vanuit de kant van H5P, maar de leeromgevingen moeten natuurlijk met die open standaarden aan de slag gaan om het beschikbaar te stellen voor jullie uiteraard. Ik ga heel even terug naar mijn presentatie en een heel pak naar beneden doorscrollen, want we hebben al heel veel zaken gezien. Hè. Dus ik heb overal schermpjes bij, ook in de presentatie gestopt. Dus delen kan met collega's. Hè. Je maakt iets op Tolnet site, je deelt het via klassement. Reken dan wel een tiental dagen eer dat het beschikbaar is.
En oefen.be is automatisch, van het moment dat op klassement gedeeld wordt, komt het automatisch op oefen.be zichtbaar voor leerlingen. En daar moeten zij niet aanmelden. Is het ook eigenlijk dat je zegt, ga naar oefen.be, het nummertje van de oefening geven en zij kunnen op die manier aan de slag. Zien de studenten in Gamilo de scorereeksen wel of is het ook niet zichtbaar? In Gamilo is op dit moment van H5P niet zichtbaar. Bij mijn weten is er geen mogelijkheid om iets te zien van wat studenten doen. Nu ondersteuning, handleiding en zo verder. Ik heb het er straks ook al even aangehaald en ik ga daar heel even terug naartoe gaan. We hebben dus de pagina. En dan gaat even terug mijn scherm wisselen. We hebben de pagina H5P. Enerzijds dat je daar naar H5P van het toonnet kan gaan. Maar anderzijds heb je daar ook een handleiding. Het zij wel beperkt. Niet elk oefeningtype is volledig uitgeschreven. We houden die ook wel up-to-date. Dus die kan je downloaden. De webinar van Bram, zowel de presentatie als de opname, is daar beschikbaar. Je hebt daar ook, en dan moet ik even, voilà, hier onderaan, microtraining om zelf aan de slag te gaan met H5P. Het zijn allemaal korte nanolesjes, korte video's waarin elke pagina wordt uitgelegd. Een video duurt maximum 10 minuten. Dus op een heel snelle manier kan je daar ook kijken van hoe wordt dat toegepast. Met dank aan René Breveld die al die filmpjes maakt en online zet. Dus dat is ondersteuning. Een andere ondersteuning die wij bieden is dat je ook bij vragen na deze webinar bij ons terecht kan. En dan kan je ook op deze pagina vinden, zoek een antwoord of stel je vraag. We hebben sinds kort een leraarskamer H5P opgericht. En zowel Bram als ikzelf volgen die leraarskamer nauwlettend op. Dus heb je vragen over H5P, aarzel vooral niet om ze daar te stellen. Maar je kan er ook op elkaar gaan antwoorden, elkaar gaan helpen. Dat is ook de bedoeling. Hè. We willen daar een beetje het netwerk van H5P-gebruikers gaan vormen. Het is zeer recent opgericht, dus in de grote vakantie eigenlijk nog maar pas. Maar we willen het wel zichtbaar maken. Als we vragen binnenkrijgen, welke vragen krijgen we binnen? Krijgen we meerdere vragen binnen? Wij hebben ook contacten dus met de makers van H5P. Kunnen we ook bij hen wel aankloppen van, kijk, dat is wel een iets dat regelmatiger terugkomt in Vlaanderen. We kunnen niks beloven, we kunnen het alleen maar proberen. Ja. Maar op die manier willen we dat netwerk wel wat zichtbaarder maken en wat meer mee gaan doen naar de toekomst toe. Dus dat is de ondersteuning die wij van ons kant kunnen bieden. En dan ga ik nu even naar Bram luisteren, naar de vragen die dat hij gebundeld heeft. Ja, Katrien. Ik denk dat de vraag die het meest terugkomt, is natuurlijk van, we hebben nu gezien hoe dat we die oefeningen kunnen maken. Maar ja, hoe zit dat nu met die integratie in Google Classroom en Smart School? Dat is de vraag die een aantal keren is teruggekomen en waar dat ik denk dat je misschien toch nog even opnieuw op in moet gaan. Ja, dus voor Google Classroom, op dit moment is daar ook alleen maar de link beschikbaar of de embedcode. Hè, daar kan je beide gaan doen. Ik kan daar al een tipje van de sluier oplichten dat het vermoedelijk, maar dat is nog even een hele vermoedelijk, ook resultaten in de toekomst, en dan denk ik vooral januari, februari 2021, beschikbaar kunnen komen. Naar Google Classroom toe is dat een project dat we binnen Toonnet ook aan het bekijken zijn, waar we aan het zien zijn van, kunnen we via de open standaard die H5P aanbiedt, een soort van dashboard beschikbaar stellen. Maar ik zeg het zeer voorwaardelijk op dit moment om te zeggen van, het kan. Vermoedelijk kan het wel en zal het beschikbaar zijn begin 2021. Wat Smart School betreft, ik heb die vraag zeer graag dat die naar boven komt. Ik heb dat ook al een aantal keer voorgelegd binnen onze contacten binnen Smart School. Maar zij geven mij telkens aan van, wij krijgen die vraag nooit van leerkrachten. Dus misschien is het tijd dat jullie eens aan de bel trekken bij Smart School, dat toch wel een zeer mooie feature zou zijn die toegevoegd kan worden.
Aan de kant van HVFP is het dus een open standaard. Als zij daarmee een koppeling kunnen maken, is het mogelijk om resultaten te zien. Maar het is op zich ja, een vrij afgesloten systeem, SmartBot. Dus zij moeten met die open standaarden kunnen communiceren om resultaten boven te halen. Dus ja, wij zouden niet liever willen, hè, Brem. Maar ik denk dat het vanuit jullie ook eens mag gezegd worden van we hebben ja, heel graag die resultaten zichtbaar. Oké, Katrien, er zijn nog een heel aantal kleinere vraagjes gesteld die eerder gedetailleerd waren, maar waar ik denk ik al een oplossing voor heb kunnen typen. Dus dat valt op zich mee. Maar een aantal mensen vroegen zich ook af van ja, dit is gratis. Hoe zit het? Hoe gratis is het daar in Noorwegen op h5p.org? En hoe gratis is het bij Klassement? Wie kan er gratis toegang krijgen tot die Tollnet-server? Hoe zit dat juist? Ja, dus wat Tollnet-server betreft is het gratis via een account van Klassement. En ik denk dat we mogen zeggen, Bram, dat dat gratis gaat blijven. Hè. We zijn een Vlaamse overheid. We gaan niet zeggen van morgen is dat daar zoveel geld dat je moet betalen om een account. Nee, zo zitten we niet in elkaar. Hè. We werken tenslotte met overheidsmiddelen. Wat h5p.org betreft, dus zij hebben de gratis en zij zien dat eigenlijk een beetje als een testomgeving, de h5p.org. Ja. Dus ze zeggen van ja, dit is een testomgeving, maar het is niet de bedoeling dat je daar blijvend op gaat werken. Hè. Dat je daar eens een oefening maakt en daar is mijn leerling of cursus die je gebruikt, daar gaat niemand iets van zeggen. Maar als je daar 50, 60 oefeningen gaat maken, dan vrees ik daar een beetje voor. Dat men gaat contact opnemen en gaat zeggen van ja, we gaan jou hier naar een betaaloplossing. En ik weet dat die 15 euro per gebruiker per maand, wat dat eigenlijk veel geld is, hè, dat ze u daarnaar gaan leiden. Hè. Wij hebben dat op zich niet. Onze H5P-installatie is identiek hetzelfde. Maar nogmaals, wij werken met overheidsmiddelen, dus wij gaan dat ook niet factureren, onze server. Dat is zeker niet aan de orde. Bij H5P, ja, deels is dat dus Noorse overheid NLDA die dat betaalt, maar deels zit daar ook een firma achter die dus H5P ontwikkelt in opdracht van de overheid. Dus ja, zij willen ergens ook wel middelen om dat blijven te ontwikkelen. Dat is een beetje een raakvlak of een pijnpunt dat daarin zit. Nu zijn er mensen die, want dat was ook een vraag die ik gekregen had, en die had ik al opgesomd hier nog achteraan. Is het mogelijk om via een account op HVFP zelf, dus niet via Tollnet, een oefening te maken en die te integreren naar een platform? Ja, dat kan. Embedden kan, Link kan. Maar ik heb ook al mensen gehad die zeiden, ja, we hebben oefeningen gemaakt op h5p.org, want we wisten niet van de Tollnet-server. Je kan ze daar ook altijd downloaden en bij ons uploaden. Nu, je weet dat er een limiet bij ons zit op 40 megabyte, maar moest dat nodig zijn, neem dan even met mij contact op, dan bekijk ik wel wat er mogelijk is om oefeningen erin te pompen. Dat is geen probleem. We hebben dat nog gedaan in het verleden. Maar de limiet zit daarop, net omdat we geen videoserver en dat we ook zeggen van, ja, de video's zijn veel beter af op echt een streaming link. Dus maar dat is een beetje verschil tussen de h5p.org is meer een test, een probeersessie. Hun betaalde versie gaat veel meer gepromoot worden. Dat ga je ook merken dat de volgende maanden veel meer gaat gepubliceerd worden. Omdat ze daar geld mee willen ophalen om meer te ontwikkelen. Wat dat ook wel een beetje logisch is. Maar sowieso, van het moment dat er nieuwe dingen in H5P zijn, installeren wij die van het moment dat die er zijn bij ons ook. Dus wij krijgen daar melding van. Wij zitten ook in het testlab. Dus als er dingen zijn die bij H5P ontwikkeld zijn, waarbij dat ze vragen van, kijk, we hebben een sessie, wil je meewerken? Proberen wij er ook altijd bij te zijn. En dat is ook goed voor ons, omdat we dan ook weten wat er gaat komen, 1. En 2, omdat we ook de vooruitgang zien. Hè. We kunnen ook feedback geven op hun ontwikkelingen. Dus dat is wel een communicatie die met hen rechtstreeks is. Er was ook nog iemand die vooraf gevraagd had van ja, hoe zit het met wetenschappen en wiskunde? Je kunt in elk tekstveld werken met wiskundige symbolen, laat het mij zo uitdrukken, op basis van LaTeX. Nu, dat is heel specifiek. Ik heb dat niet in de webinar nu opgenomen, omdat we echt naar de eenvoudige dingen wouden meegeven. Maar we gaan in de toekomst zeker nog webinars organiseren rond specifiekere zaken van H5P.
Wat er ook aankomt, is ook een webinar samen met een Nederlandse Moodle-partner rond H5P en Moodle. Die komt ook zeer binnenkort er aan. Maar dat is een heel specifieke, hoe gaat het in Moodle aan de gang? Dus wij hebben er zeker nog wel wat in de pijplijn daar rond binnenkort. Ja, en ik zou misschien nog één ding willen toevoegen over die accounts en het gebruik van klassement. Er was ook iemand die vroeg, hoe zit dat dan? Kan ik ook leerlingen dingen laten maken en laten samenwerken? En daar moet ik helaas mensen teleurstellen. Om te werken op die Toldnet server heb je een klassement account nodig. En dat kan pas vanaf 18 jaar. Dus samenwerken met leerlingen, dat gaat niet op de server uiteraard. Eens je oefening klaar is, ga je die delen via een link. Maar bijvoorbeeld leerlingen zelf draaikaartjes laten maken of een tekst laten schrijven waar je samenwerkt aan één oefening, dat is dus niet mogelijk. Nee. Misschien er ook nog aan toevoegen, mensen die, want ik heb een aantal namen die mij een belletje doen rinkelen, mensen die lesgeven in de educatieve bachelor, dus de leraaropleidingen, die studenten kunnen wel met H5P bij ons aan de slag. De student-leraaropleidingen wel, dat zijn de uitzonderingen. Dan hebben we wat mij betreft de vragen behandeld. Oké, moesten er nog zijn, uiteraard. Mag je ze gerust stellen nog in de chatbox. En daar is me alleen nog aan te geven dat de webinar een evaluatieformulier heeft. En ik zal het ook zo dadelijk nog eventjes in de chatbox zetten, de link. Vul dat gerust in. Heb je een deelnameattest nodig? Die gaan we ook automatisch laten versturen. Die worden automatisch gestuurd op vrijdag. Dus vul gerust de evaluatie in tussen vandaag en vrijdag. Dan komt er automatisch een attest van deelname jouw richting uit. En we hebben ook nog andere webinars gepland. Er gaan nog heel wat webinars komen, ook rond het gebruik van klassement. Die gaan dit weekend in de nieuwsbrief komen. Van buiten weet ik dat er een aantal volgende week... dan moet ik even nadenken, dinsdag en woensdag zijn. Van klassement uit en van Toldnet uit zijn er nu vrijdag eentje rond Xerte. 11 september is nu vrijdag al. Een andere tool die wij beschikbaar stellen, ook gratis voor onderwijs. Maar die is echt heel vrijgestuurd. Dus de bedoeling is daar echt wel dat mensen vooraf vragen insturen. Die gaat ook door vrijdag om 14:00. Dan volgende week woensdag zijn we opnieuw met een webinar rond inclusief leren. Welke mogelijkheden heb je bijvoorbeeld bij het kleurgebruik van online leren, maar ook naar schermlezers toe en zo verder. Dan hebben we eentje specifiek voor basiseducatie op vrijdag 18 september rond pedagogisch advies bij online leren. Maar die sessie is voorbehouden voor de mensen van basiseducatie. Als daar ruimte is, kunnen er ook anderen aansluiten. Maar deze mensen krijgen voorrang en ook inhoudelijk is die afgestemd op hun doelgroep. 7 oktober terug eentje rond Xerte. 23 oktober rond ondersteunen van lezen. Welke mogelijkheden zijn er allemaal voor cursisten, studenten te helpen bij het lezen? Iets verder door in november hebben we datzelfde voor schrijven. We hebben nog eentje rond zelfevaluatie. Dus deze zijn allemaal al gepland. Je kan al inschrijven tot, ik denk, 23 oktober. De andere gaan binnenkort online komen. En ook degene die we plannen rond Moodle, want er gaat ook een hele reeks in planning rond het gebruik van Moodle, rond het beheer van Moodle en zo verder. Die data zijn nog niet gepland, maar we verwachten die wel tussen dit en eind september te kunnen meedelen. We gaan die ook meedelen op onze website, dus tol-net.me. Als je daar webinars klikt, dan ga je ook daar alle data, inschrijvingsformulieren en thema's kunnen terugvinden voor Toolnet.